Geboren in Leeuwarden in 1786, ontmoette Titia Janko Blomhof in 1804. Hij trok naar de Oost om snel rijk te worden en zij verhuisde met haar familie naar Den Haag in 1811, waar zij hem in januari 1815 toevallig weer tegenkwam. Zij trouwde de net geridderde Blomhof, het toekomstige opperhoofd van de Nederlandse handelsmissie in Japan, in april 1815. Hun vertrek naar Japan werd uitgesteld wegens de Napoleontische situatie tot augustus 1816. Blomhof had van 1809 tot 1813 al op het kunstmatige eilandje Deshima in de baai van Nagasaki gewoond en wist dus dat westerse vrouwen absoluut niet toegelaten waren in het van de wereld afgesloten Japan. Blomhof had niet alleen zijn vrouw en zoontje Jantje meegebracht, ook de min Petronella Muns en de Javaanse dienstbode Marati waren op het schip de vrouwen Agata. Nadat tijdelijke toestemming was verleend tot toegang op Deshima in afwachting van de beslissing van de shogun, togen de speciale schildersgildes die alles wat aangevoerd werd moesten vastleggen, koortsachtig aan het werk. Twee westerse vrouwen en een kind waren natuurlijk een geweldige prooi voor de paparazzi. Binnen de kortste keren werd de aanwezigheid van Titia, Petronella en Jantje het gesprek van de dag voor de inwoners van de stad. Aangezien Japanse burgers het eilandje niet mochten betreden, wilde iedereen wel een tekening of een afbeelding van die exotische buitenlanders hebben. Schilders als Ishizaki Yushi en zijn student Kawahara Keiga waren voortdurend aan het schilderen. En dat was maar goed ook, want op 29 september werd het bericht ontvangen van de shogun dat de toegang tot Deshima voor de vrouwen en kind officieel geweigerd was. De vrouwen moesten terug aan boord en wel onmiddellijk. Maar voordat uitgevoerd werd, kwam deze houtskooltekening met tal van aantekeningen van haar kleding en accessoires tot stand en is waarschijnlijk de beste weergave van hoe Titia eruit gezien moet hebben. De golf van afbeeldingen filterde ook door naar artiesten van andere kunstvormen zoals poppenmakers en de vele aardewerk- en porseleinbakovens tussen Nagasaki en Arita, die haar vereeuwigden op aardewerk en keramiek, wandborden, grote poppen, kleine poppen, keukenbelletjes, raspbakjes voor wasabi of knoflook, potje met deksel, gobelins met goudwerk, koffiekopje met deksel, WOC-schotel, complete theeserviezen met rijstkommetjes, soja en sakeflesjes, afgedekte aspak, eetstokjeshouder, potloodhouder, servethouder en speciaal kommetje voor houten rijstlepels, huistuin- en keukenkopjes,
Titia en de Meganebashi, de Brillenbrug van Nagasaki. Eetstokjesleggers. En glaswerk zoals de Bonbonnière. Wijn- of bierglazen. Water- of bierglaasjes. Likeurglaasjes. Noor- en deurgordijnen. IJskastmagneten. Of zelfs houten Netske-beeldjes. Wij waren vele malen te gast in de souvenirwinkel Orandakan van Nagasaki, die veel Titia-producten verkocht. Ook verpakkingspapier voor Castella-cakes en rijstcrackers. Ook zijn er boodschappentassen en aanzichtkaarten. Geschat wordt dat minstens 5 miljoen artikelen met haar beeltenis zijn verwaardigd. Ook in Nederland was Titia een inspiratie. Pieter Zandvliet schilderde een moderne, kleurvolle Titia en mevrouw van der Schee borduurde een Friese klokmantel van Titia met haar man. Buiten Kawahara Kega komt speciale dank toe aan twee Japanse kunstenaarsfamilies die al generaties lang afbeeldingen van Titia hebben vervaardigd. De poppenmakerfamilie Ogawa uit het plaatsje Nakazato ten noorden van Nagasaki. In 1818, op reis naar de Shogun, liet Blomhoff een tekening van Titia achter bij meneer Ogawa, die al de 13e generatie poppenmaker was. Hij maakte een mal die nog steeds gebruikt wordt. In 2006 gaf de 18e generatie, Tori Ogawa, de fakkel over aan zijn zoon Kenichi, de huidige fabrikant. De poppen worden nog steeds op dezelfde manier met de hand gemaakt en geschilderd. De andere kunstenaar die Titia veelvuldig heeft afgebeeld is wijlen keramist de heer Hayashi, beter bekend als Enzaemon. Zijn hele leven was gewijd aan historisch-culturele thema's op zijn aardewerk en porselein, vooral Titia. In een ontroerende ontmoeting in mei 2009 in zijn huis te Arita, slechts 3 maanden voor het einde van zijn leven, kwam hij voor het eerst oog in oog met een familielid van de vrouw die hij op zoveel artikelen had afgebeeld. Hij liet een aantal van zijn creaties zien, waaronder een nog ongeglazuurde, ongetekende sakefles met Titia als sluiter. Dit zou zijn laatste werk worden. Nadat Titia met de 2 vrouwen en Jantje dan eindelijk toch aan boord werden gezet, verliet de vrouw Agata de baai van Nagasaki op 10 december 1817. Uitgeput en depressief geraakt kwamen Titia, Jantje en Petronella aan op 3 september 1818 in Den Helder. Via haar schoonmoeder Dorothea Kok in Amsterdam brachten haar ouders haar naar Den Haag terug. Zij overleed op 2 april 1821 en werd begraven in de Nieuwe Kerk aan het Spui. In de zomer van 2006 bracht een historische vriendenkring uit Nagasaki een eerbetoon aan een vrouw die deel van hun geschiedenis had uitgemaakt. In de woorden van Titia's ouders, haar uiteinde was zacht, tot het laatste toe heeft zij behouden het volle genot haar verstandelijke vermogens en veel bedaardheid en een eerbiedig vertrouwen op Gods albestuur heeft zij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Wij hopen dat Hare Edele, die op deze aarde met zoveel zorgen, tegenspoed en bekommeringen heeft te worstelen gehad, nu in de zalige gewesten een bestendige rust mag genieten. Amen.